Dienst van Waarde, ja. Vorig jaar ontdekte dat 2 van de edelstenen uit jullie webshop nep waren. Ja. Glas in plaats van witte jade. Hoe ging dat? Ja, dat was ontzettend vervelend uiteraard. Wij hebben een webshop waar we dus de Moon Calendar verkopen. Ja. Maar ook een heel klein bijproduct zijn geboortesteentjes. Dat zijn kleine edelsteentjes van 4 euro. Inmiddels verkopen we ze niet meer, omdat we niet elk steentje van een certificaat kunnen voorzien. Dat kost simpelweg 60 euro. Dus dat is eigenlijk onmogelijk voor zo'n product. Daar bleek dat, ondanks dat wij het hebben ingekocht bij een zeer goede leverancier, waarvan wij dachten dat het goed te vertrouwen was. Je wist niet dat ze nep waren? Nee, uiteraard niet. Van de 12 steentjes waren er 2 onderzocht en bleek dus 1 glas en 1 gebrand. Moet ik amethyst zijn in plaats van citrien. Wij hebben het zelf ingekocht voor citrien en jade. Dus zijn ook overvallen door het nieuws. Zijn het programma zelfs dankbaar dat zij dat onderzocht hebben. En dat zij misstanden in de edelstenenwereld, waarvan wij niet op de hoogte waren, hebben gedeeld met ons. Hebben daar meteen naar gehandeld. En eigenlijk was het een week later allemaal opgelost.